Ik woon in Drenthe. Best goed uit Drenthe. Ja, ik ook. Jij ook? Ja. Ah, oké. Maar aan wie denken jullie dan? Herman Froost. Een beetje de rode lijn van alle trekkergroepen in Nederland. Nog er staan een paar punten op. Ik zal ze in kort voorlezen. Dan worden wij wel zoiets van, het is nog een keer klaar. We willen nog een duidelijk kenbaar maken hoe we erin staan. De rode lijn van alle trekkergroepen van Nederland die luidt, de Green Deal terugdraaien. De messingsverboden op de provinciale paggronden intrekken in verband met de plaatsingsruimte. Daarnaast de gebruiksruimte van kunstmest inwisselen voor plaatsingsruimte organische mest. Stoppen met alle NPLG-gebieden in alle provincies en gemeenten. Alle nutriënten verontreinigde gebieden intrekken. Geen korting of generieke kortingen op dier- of productierechten. Alle burgersprokken in Nederland schrappen en de derogatiebeleid behouden op 250 kg stikstof per hectare. De tekst die erbij staat die luidt, mocht er een overheidsinstantie bovenstaande plannen overschrijden, dan staan we bij u op de stoep met uw troep. Namens alle trekkergroepen van Nederland. Goed, dat is heel kort en bondig. Maar wat ik zeg, dat meen ik nog wel, zo staan we er op het moment wel in. Want we zijn al jarenlang bij mij gaan een touwtrek. We staan hier niet voor de eerste keer. We hebben mijn koffie gekregen, dat vind ik hartstikke leuk aangeboden. Iedereen heeft een kop koffie gehad.
Maar wij stellen wel een ultimatum. Wij willen nog weten hoe staat de provincie Drenthe hierin. Wat gaan we nou doen? Wat gaat er gerealiseerd worden? Want ook hier in Drenthe gebeurt een ding wat gewoon weer niet door de burger kan. 14 februari, daar komen we sowieso terug. En dan ook in Drenthe de laatste jaren gewoon heel veel stront over ons heen gekregen. Het duurt er wel bij de boodschap te geven. Als het ons niet aanstaat, niet geheel aanstaat, of we worden weer om het tuin geleid, dan komen we die stront ook terugbrengen. Maar voor ons is het wel een keer klaar. Ik dacht dat daarmee woorden genoeg verteld waren. Uitzoeken met elkaar, hoe dat allemaal moet. Nou, en soms werken we daar allemaal heel intensief allemaal met elkaar aan. Denk even aan, jullie willen het afschaffen, het DPLG. Maar het DPLG, dat was een verhaal om met elkaar, zeg maar, die opgave te doen. Alleen, daar hoort wel geld bij. En heel veel geld. Ja, dat merken we ook weer, dat we ook in de provincie eigenlijk in de steek worden gelaten. Want dan komt dat geld komt weer niet. Ja, en zo houden we elkaar enorm bezig. En dus nogmaals, ik begrijp enorm dat de frustratie en het ongeduld en ja, hoe gaat het allemaal verder? Ik zie hier ontzettend veel jonge boeren staan. Die inderdaad aan het begin van hun toekomst staan en die inderdaad willen weten, wat gaan we nou doen in dit land? Ik snap heel erg de frustratie. Hier staan een aantal punten op. Laat ik zo zeggen. Jullie hebben ook te maken soms met een factor waar je geen invloed op hebt. En dat is het weer. Daar hebben we geen invloed op. Daar moet je mee dealen, maar het komt over je heen. En ja, dan moet je mee zien hoe je daarmee uitkomt. Een beetje vergelijkbaar is ook wel onze positie hier in de provincie. Het is dan niet het weer, dan is het Europa of Den Haag, wat weer iets over ons uitstort. Ja, en daar moeten wij ook maar weer mee dealen. En wees echt gerust op dat wij echt proberen op een hele hoop vlakken tegengas te geven. Maar ja, wij worden dan weer om de oren geslagen. Dus er is wetgeving, ja, we hebben ons wel en dan weer aan de wet te houden. En hoe dat dan allemaal weer uitpakt, dan moeten we elke keer maar weer dealen. En nou, dat is ook wel de frustratie die ik zelf er ook wel echt persoonlijk mee heb. Er is één groot verschil. Ik bedoel, het is niet mijn bedrijf. Ik word er niet 's morgens mee wakker dat je denkt, hoe moet het allemaal verder? We doen wel ons best, maar dat is wel even een verschil in frustratie. Dus, een aantal dingen die hierop staan, die boodschap die wordt ook denk ik landelijk en Europees uitgedragen. Dus ik zou wel zeggen, het is best wel een beetje ondersteuning van datgene waar we de signalen die we ook vanuit het provinciehuis wel geven. Nou, er staan een paar dingen op, daar gaan we wel hier over. Nou, moeten we dan nog een keer met elkaar in gesprek. Maar goed, dank in ieder geval daarvoor. Dank voor het signaal nogmaals. Ik zie het eigenlijk eerder als een ondersteuning van een aantal dingen waar wij ook onze frustraties over hebben. Ja, we moeten met elkaar zien hoe dat verder gaat. Je hebt een kleine vraag. De natuurdoelanalyse.
Ik moet je werk niet af.